Breda Nu. We zijn vandaag bij het Brakfestival om te kijken hoe alle kinderen hier deze week naar zin hebben. En ik zie dat de jongens hier graag van de glijbaan vallen. Dus ga maar! Nou, we staan hier naast Jolanda, een van de organisatoren van het Brakfestival. En wat houdt het Brakfestival nou eigenlijk in? Het Brakkenfestival is een kinderevenement voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En is ieder jaar in de eerste week van de zomervakantie. En daar kunnen kinderen gewoon naartoe? Ja, alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom om een leuke week te beleven. En kunnen de kinderen dan de hele dag blijven of hoe zit dat? Hoe gaat het dus werking? Ja, kinderen die komen aan om 10 uur en die spelen zonder ouders of begeleiding tot 4 uur en dan gaan ze weer naar huis. En dan hebben ze een leuke dag gehad? Ze hebben altijd een leuke dag gehad. Het ziet er in ieder geval goed uit. Het is redelijk druk volgens mij. Hoeveel kinderen komen er nou wekelijks of per dag naar Brakfestival toe? Er komen gemiddeld 1250 kinderen per dag naar Brakkenfestival. En die spelen op ongeveer zo'n 50 verschillende activiteiten. En die variëren echt van bloemschikken tot luchtkussens tot voetbal, workshops, van alles. Kijk, je hebt showpaarden en je hebt werkpaarden. En hier hebben wij een showpaard. Zo, en waarom zit je eigenlijk aan de kant? Ja, ik zat wel lekker. Ik ben aan het oppassen. Oh, je bent alles in de gaten aan het houden of het allemaal? Ik heb teken plus kindjes bij me. Dus... Loopt het allemaal op rolletjes? Ja, prima. Kan niet beter. Precies. Plan de campagne, wat er gaat gebeuren. Ja, we lopen een beetje tegen het eind van de dag. Dus dan bekijken we even hoe dat ervoor staat. En dan even de laatste besprekingen. En uiteindelijk weer afsluiten natuurlijk. En dan morgen weer. En dan morgen weer, natuurlijk. En zaterdag ook. Afbouwen. Wat voor muziek draai je allemaal? Ja, voor allerlei soorten muziek. Vooral kindermuziek, daar had ik eigenlijk rekening mee gehouden. Maar ja, de muziek die eigenlijk uiteindelijk is geworden, is toch de muziek van tegenwoordig. Ja, de hippe muziek. Ja, precies. Wat vind je van de sfeer? Ja, ik vind het een hele leuke sfeer. Het is heel druk, elke dag heel druk. En ja, ik probeer er gewoon het beste van te maken met al die kinderen. Ben je ook alle dagen al aan het draaien? Of? Ja, zeker. Elke dag sta ik hier met volle trots te draaien. Dus je zal blij zijn als morgen klaar is? Ja, dan is het wel goed geweest. Een beetje, ja. Het Brakfestival is afgelopen. Wij gaan weer naar huis. Tot de volgende keer. Breda Nu.